twee clubs zijn er genaaid dit weekend. Ja, we beginnen met Fortuna Sittard natuurlijk in, bij Feyenoord. Ja, die Nijhuis die laat het eerst gaan. Die doet helemaal niks. Dan komt die belachelijke VAR. Die zijn ook helemaal de weg kwijt. En die zeggen, ga even kijken. En wat zien we dan? Dit. Gaan we let op links onder in beeld. Hier, daar gaat hij. Die 44. Die kijkt naar de bal. Maar die komt te dicht bij die Bosnik. Kijk. En ja, die doet zijn handen naar voren. Dat is alles. Natuurlijk geen strafschop. Absoluut niet. Die jongen Fortuna, die kijkt zo naar de bal. En die ziet ineens die Bosnik voor zich lopen. En die doet zijn handen zo en dat is het dan. En daar geven we dan een strafschop voor. Hey, VAR, hou op. Tweede club die genaaid is, Vitesse. Jongen, die krijgen een strafschop tegen. Nou ja, hier. Kijk zelf maar. Gaat die Dumfries, komt die strafschopgebied. En laat zich vallen. Ja, goed kijken, goed, let op. En laat zich vallen, zeg ik. Hier, goed kijken of die wordt aangeraakt. Ik zeg van niet. En dan kijken we nog één keer. Heel goed kijken. Wordt Dumfries aangeraakt? Ja of nee? En hier is het bewijs. Nee, zie je? Tuurlijk geen strafschop. Die Dumfries. Die laat zich zo vallen. En die Makkeli. Die trapt daarin. Tja. En die zegt, poep, strafschop. En de VAR die gaat daar serieus naar zitten kijken. Wat wij nu ook net gedaan hebben. En die zeggen, ja, het is een strafschop. Nee, natuurlijk niet. Zulletje maloten. Dus, hé, daar, in Zeist. Wanneer worden we serieus?